Hallo kijkers van het Tankwave Gaming kanaal. Vandaag doen we Redstone met Thomas. Ik laat jullie zien wat ik ga maken. Ik heb hier eigenlijk heel makkelijk gewoon een schuifdeur gemaakt. Maar heel veel mensen weten niet hoe je een schuifdeur maakt. En het is ook altijd wel weer leuk om voor in een restaurant of zoiets te doen of een hotel. Altijd heel gezellig vind ik zelf om een schuifdeur te plaatsen. En ik laat jullie nu zien hoe je een schuifdeur maakt. Oké, we beginnen bij stap 1. Je maakt eigenlijk gewoon heel simpel zo. Maakt de kel. Maak je nog eentje lager. En dan ga je zo. Dit ga je helemaal zo. 1, 2, 3. Ga je dat helemaal zo uitgraven, tot mijn 3. Eigenlijk, tot mijn 3. Zo, pak ik het gras. En dan graven we dan helemaal zo uit. Zo, hoppatee. En dan helemaal verder, kijk. Nou heb ik zoiets. En, kijk, eigenlijk is het heel simpel. Ik begin bij, hier. Je hebt altijd wel weer met zo'n schuifdeur. Je hebt soms wel vervelende dingen. Want je moet echt heel veel wel met, ondergrond iets doen. Kijk, ik plaats eigenlijk gewoon heel makkelijk is dit, maar het is heel moeilijk voor andere mensen en zo. Kijk, ik heb dit. Ja, kijk zo. Kijk, eigenlijk heb ik nou dit al. Hier redstone en alles. Maar ik zie twee redstone fakkels. Oeps. Kijk zo, nou gaat hij dicht eigenlijk, dus ik doe dit zo. En nou heb ik dit. Nee, doe ik. Eigenlijk heb je dan gewoon dit al. En dat is wel leuk om te laten zien. Want altijd. Kijk, je hebt dit fakkeltje. En als daar stroom één blokje onder komt, kijk. Dan gaat hij uit. Kijk maar. Hij gaat uit. En daar kan je heel veel dingen mee doen. Want ik vind het zelf heel handig. Dat is zo. Dus eigenlijk is het gewoon heel leuk om te doen. Wow. Kijk, ik plaats hier wat gras. Ook weer even. Want het ging even kapot. Even per ongeluk. Kijk, ik doe zo. Ping, ping. En eigenlijk is die echt bijna alweer af. Ik doe zo. Je hoeft alleen maar dit nog dicht te maken. Zo, hoppatee. Lekker snel, even snel dicht maken. Zo, hoppatee. Kijk, en eigenlijk als je hier nou dit plaatst, dan doet hij het al. Kijk maar. Mooi. En ik vind het altijd zo saai, want nou zit er niks omheen. Dus ik bouw nog even wat snel wat eromheen, zo. Het ziet net altijd wat netter uit. Dan zie je niet al die hele instructie. Kijk zo. En vaak is het ook wel weer leuk om, vooral dit te maken, vind ik zelf tenminste. Want er zijn ook kinderen of mensen die dat niet leuk vinden om te maken. Ik vind dat zo heel leuk, want je kan hier weer nieuwe dingetjes van doen. Je bereikt hier ook wel weer dingetjes. Kijk, hij is gewoon klaar. En ik vind het ook altijd leuk, dan plaats je licht. Kijk. Dan loop je erin en het lichtje gaat aan. Tada. Zo leuk, hè? En jullie mogen ook dingetjes insturen. Zoals wat ik de volgende keer moet maken of zo. En ja, dan is eigenlijk dit filmpje al afgerond bijna. En ik zie jullie dan later of een andere keer. En dan zie ik wel wat jullie willen hebben misschien. Of wat jullie willen zien. En ja. Dan zie ik jullie de volgende keer maar weer misschien, hè. Oké, doei.